Jarek, pak de handschoen op over Japan, daar weet jij veel van. Goeie tip, handschoenen. Oh. Wat het mooie was van het werk van Columbus, was dat Amerikanen of New Yorkers eigenlijk het werk van of Columbus ontdekten of herontdekten. Want heel veel, het was zo hoog, het beeld van Columbus, dat het eigenlijk voor voetgangers te hoog was. Je keek het, hè? Het was te hoog boven je. En de skyline van New York was zo dominant, dat je er ook weer overheen keek. Dus op het moment dat mensen in oogcontact kwamen met Columbus, dacht hij, wat doet dat beeld hier eigenlijk? Terwijl het er altijd al had gestaan. Dus dat vind ik wel interessant van het werken van deze kunstenaar, dat hij ons dingen laat zien die er eigenlijk altijd al zijn geweest, maar die we honderden jaren over het hoofd hebben gezien. Dus soms heb je andere ogen nodig om opnieuw te leren kijken naar de dingen die je al kent. Dus het gaat over de Japanse ogen. Ja. Het is, laat alle drie de beelden een beetje op je inwerken. Het gaat over het Japanse oog. Ik heb een aantal jaar als architect in Japan gewoond en gewerkt en gestudeerd. En er vielen mij eigenlijk het eerste jaar een aantal dingen op. Ik verbaasde me vooral het eerste jaar. Ik verbaasde me bijvoorbeeld dat prachtige oude Japanse woonhuizen zonder blik of blozen neer werden gehaald. En daarvoor in de plaats kwamen generiek kataniges woningen. Voor mij is het onvoorstelbaar. Er waren een aantal, de drang naar het nieuwe. Er waren geen tweedehands meubels, vintage was gewoon een heel vies woord. Het is nieuw of je gooit het weg. Dus die drang naar het nieuwe, dat was iets wat me enorm verbaasde. En nog iets anders was het fenomeen wat je daar, het middelste plaatje, was Hanami. Het land ging echt helemaal, dat was echt totaal volksfeest. Op het moment dat de kersenbloemen aan, of de bloesem aan de kersenbomen komen. Maar ik ben geboren in de Betuwe, dus ik ben bekend met het fenomeen van de bloesem. En voor mij betekende bloesem kersen. Maar dit zijn kersenbomen zonder kersen. Dus ik begreep eigenlijk het hele systeem niet. Maar ik bleef daar wonen. Ik begreep het niet. Ik begreep het land niet. En ik wilde het toch gaan begrijpen. Ik moest de taal leren. Ik moest eigenlijk alles opnieuw, mezelf opnieuw leren in een hele andere conditie. En toen de lente weer kwam, dus na de vier seizoenen een keer meegemaakt te hebben, toen kreeg ik ook die kriebels rond die kersenbloesem. Ik dacht, ja, het is wel heel bijzonder. Ik begreep opeens dat die stad die gemaakt is van beton en asfalt, één keer per jaar roze wordt. En dat het zo'n bijzonder moment is, dat ik ook het kersenbloesemjournaal, zo heet dat. Dan kun je gewoon een soort roze golfgaten dan over dat land, waarin, in het zuiden is het warmer, dus daar komt de kersenbloesem meer. Dus nou ja, ik voelde het ook gewoon, die adrenaline stijgen. En op het moment dat die kersenbloesem kwam, dat tweede jaar, was echt een feest. Dus er werd ook gevierd, een week lang, en aan het eind van de week kwam er een stevige wind. En kun je niet zo goed zien op het plaatje, maar gaan die blaadjes zo dwarrelen. En mijn natuurlijke reactie was, ah, zonde. Het is voorbij. Terwijl al mijn vrienden zeiden, nee, dit is het. Het gaat om dit moment. Het gaat om het verval van de schoonheid. En op dat moment verlangde iedereen alweer naar het volgende jaar. Dat de volgende kersenbloesem zou komen. En dat was voor mij echt een eye-opener om te zien hoe ze in die cultuur omgaan met vergankelijkheid. Vergankelijkheid van schoonheid. En een circulair denken over tijd. Veel meer in de seizoenen dan dat wij dat doen. Dan heb ik op andere manieren gaan kijken ook wat betekent het mij, voor mij als architect. Of hoe vind je dat terug in de bebouwde omgeving. En toen stuitte ik op het voorbeeld van het bovenste plaatje. Dit is de Issei Shrine. Deze shrine is, zoals ik net heb uitgerekend, 40 jaar ouder dan de pagode die Sjoerd Soeters noemde. Maar het gaat niet om het gebouw zelf, het gaat om het idee van het gebouw. Dit gebouw, wat je hier ziet, is eigenlijk een unieke situatie. Deze komt één keer in 20 jaar voor. Het idee van deze tempel is, elke 20 jaar wordt die herbouwd. Dus als je nu naar Issei gaat, staat er één tempel en de andere kavel, die identiek is leeg. Het idee achter dat herbouwen van dezelfde tempel, want de linker is een kopie van de rechter, terwijl de rechter natuurlijk ook weer een kopie was van de linker. Het is een copy-paste tot de 63e macht, geloof ik. Want in 609 zijn ze begonnen met de eerste tempel. En in 2013 is het voor de 63e keer herbouwd. Dus op het moment dat wij in Amsterdam de 400 jaar bestaan van de grachtengordel vierden, 2013, werd daar een tempel voor de 63e keer opnieuw opgebouwd en opnieuw afgebroken.
het circulaire denken of het denken in tijdelijkheid, maar ook in generaties. Want hier wat bewaard wordt is niet het gebouw, maar het bouwen van het gebouw. Dus een timmerman kan aan zijn zoon uitleggen hoe hij de vorige tempel heeft gebouwd. Dus het maken van die tempel is eigenlijk het grote erfgoed. En het circulaire denken zit ook nu nog in de moderne stad. Dus het plaatje wat je daar rechtsonder ziet, heb ik laatst opgezocht. Dat was de plek waar ik woonde. En dat is nu een gapend gat in de stad. Weer was mijn natuurlijke reactie van, mijn huis is weg. Maar eigenlijk is het gewoon, het huis is opgenomen in de hele gedachte van de stad. In de gedachte dat de oudste traditie van de stad en van het land eigenlijk vernieuwing is. Elk modern huis in de stad, Tokio, heeft een maximale of een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Dus eigenlijk elk gebouw is een soort pixel wat om de 26 jaar verandert. En met al die pixels tegelijkertijd verandert het totale beeld van die stad. En waardoor het een continu work in progress is. En dat is iets wat denk ik heel erg inspirerend is aan die circulaire gedachte van de tempel van Hanami. Of hoe je eigenlijk met de stad mee kunt. De stad is altijd nieuw. En altijd oud. Dankjewel. Mooi. Jarek. Dus op deze manier is de tempel altijd oud en nieuw tegelijk. Ja. Een ontzettend mooie poëtische gedachte. Marcel, zijn we in beeld? Ja? Ja? Te horen? Nee, maar dan geven we het zo overheen. Okay. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, erfgoed hier is heel erg verbonden met het daadwerkelijke echte spul, het materiaal waarvan het gemaakt is. Maar in Japan is kennelijk het denken niet zozeer het materiaal wat echt moet zijn, maar het overdragen van een techniek of kennis. Is dat wat, hoe ze erfgoed definiëren? Ik ga er doorheen praten. Okay. Denk ik, hè? Om bijvoorbeeld terug te komen op het oude Japanse houten woonhuis. Toen ik onderzoek ben gaan doen, bleek dat het eigenlijk een cataloguswoning van een letteren was. Je ging in Japan teken je de plattegrond, of eigenlijk je huis, met tatami-matten. Nou, wat we hier zo zien. Zeg maar, hier is de keuken, daar is de woonkamer, daar is de eetkamer. En eigenlijk de aannemer die trok een gevel op, die gewoon klaar had liggen. De dak op wat hij klaar had liggen. Dus die cataloguswoning die de plaats in dan van die oude, prachtige Japanse woners, was hetzelfde idee, alleen een nieuw jasje. Het was allemaal een cataloguswoning. En als je op die manier zeg maar, de geschiedenis kent, dus de boeken leest en de cultuur probeert te begrijpen, ja, dan zie je lijnen die langer zijn en dieper zijn dan alleen het materiaal of alleen de vorm van het gebouw. Dus het belangrijkste is niet het materiaal, maar het idee. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk, ja, wat mij betreft, is dat de werkelijke discussie die we moeten hebben. Wat het idee van deze stad? En waar willen we heen? En hoe kan oud en nieuw elkaar daarin versterken? Of de betekenis hebben? In plaats van dat we een soort stelling innemen, maar ja, zonder richting. Zo, het is nu een statische discussie. En dat zijn we hier vandaag aan het doorbreken, volgens mij. Ja, ik hoop het. Jarek Alburg, dankjewel. Ja, graag.